Wie is er nou, jongens? Wie is? Ben ik er? Ja. Ik ben al bijna bij mijn rol. Wat? Ik ben er al bijna. Dat is het ABCD. Hé, hey Luciano. Alles goed, jongen? Ja, hè? Zeg maar, jongen. Terug. Alles goed. Zo lekker op de lekker, jong. Hè? Nog niet zo volledig. Hè? Is nog neus. Laat het niet nog een beetje, hè? Ja. Wat is er nou? Dan moet ik haar doen. Ja, dat is een halve klok al. Dit is al zo heen. Zo. Een beetje blazen. En wel echt pizza. Ja, dat is niet. Ja, ik kom wel. Ja. Oké, hoi. De kant. Dankjewel. Die hand. Hi. Even aan de hand. Geoffrey, de barak. Mijn Chris. Dat is wel van hem. Chris. Mijn naam is Chris. Dat is ook mijn kret. Even eens kijken of we straks misschien een groep zo kunnen maken. Hè? Ja. We kunnen we dan afkruisen, ja. Weet je wel. Van boven, hè? Ja. Nou, jongens, dat is een familie. Ja. Nou, we zien dit ook nog eens van Joffrey. Hoi, Marieke. Hoi, kom naar de koffie. Alles dezelfde. Knapste van de familie. Ja, niet aan. Zeker niet aan. Nee. Ja. Af van de volle. We zijn de luxe van de familie. Hallo. Hoi. Lisa. Oh ja. Ja, waarschijnlijk kan het van Brugge wel eens doen. Wat heb je gedaan? Heb je een opzoek moeten geven? Hè? Je moet niet zeggen, als het bij jou had ik ook een schokje. Je hand zit er bijna. Nee hoor, helemaal niet. Wil ik nou gaan spurt op doen? Zijn je daar weer mee te bemoeien? Ja toch? Ja, we gaan een speurtocht doen, ja. Anderhalf uur. Iedereen. Ja. Oh nee. Stress heeft het woord. Leuk. Ik heb een toast uitbrengen. Ja, allemaal even stilte. Hallo, Chris. Ja, wat is het wel? Ja. Ja, heb ik genoeg. Nee, ik heb pijn erbij. Jij zit ook net. Nee, maar een kindermachine. Oh ja. Dus ik heb vier kleuren. Dus vier van zes van... Zes van roeien, zes van kleuren, zes van blauwe en zes. Maak er voorbereid speechjes. Zes groep te maken. Goed. Zwarte tijd doen. Nee, kleuren met goed aan. Nee. Kinderen die we doen met alles. Nee, jij niet. Alleen de... Camera. Even Marieke. Ja. Ja. Ik heb zeker paard.
Ja, dat is het. Dan moest even dus. Hij zei net tegen me stad. Ik hoop. Ik hoop. Ik heb een beetje tussen van een paar minuten pakken. Wat ga jij doen? Dat je vandaag geslacht, hè? Wat voor trek je? Dek dat in. Ja! Kom op, groen! Tempo! Die laat vallen dat ei, hè? Die laat vallen dat ei, hè? Ja, gaan we nou blijven hier? Groen! Groen! Ik bepaal het tempo. Ja, jij bent toch groen groen? Ja, zie ik toch? Oh, dan zitten wij bij elkaar. Goed, ja. Ja, dan komen we links op, hè? Ja, maar. Dat jij maar al wat firm was, dan wij goed lopen. Nee, in september 44. Ja, maar volgens mij waren we eerder bevrijd. Oh. Ik dacht dat mijn vader zei, 1943, 12 september. Staat er op dat punt? Nee, dat kan toch niet? Ja. Wij gaan door, hè? Mij wel, ja. Of is het 13? Pak je telefoon en zoom in. 13 jongens. 13 september. Staat het daar of is het? Ja, dat is een ene. Wat is het dan? Beste 4 jaar. Duurde welke periode? Ja, wat is het gemaakt dan? Zo is het maar. Dat is prettig, hè? Ja. Hé jong, kan ze het vinden? Ja. Oh, kut. Even lachen met de camera. Een film zijn roer tegen. Hallo. Hey, hebben jullie in de Pieterstraat gewoond? Ja, meneer. Kijken wat er hakken. Oh ja. Dag jonge dame. Alles goed met u? Zo, lang. Geweest, dit week. Ja, dit is tweeling, die zit van 98 jaar. Ja. Ja, onder de boog. Ja, oké. Okay. En waarom is het onder de boog? Omdat dat boog lopen. Ja, je hoeft niet steeds met je vinger te wijzen. Ja, maar ze weten niet wat een boog is. Ik hoor, ze krijgen ze wel. Ja, joh. Wat is water? Ja, ja. Dat is zeker. Wat moet je hebben hier? De heks. Wat is de prijs eigenlijk, Krit? De prijs? Een oude fles wijn van Albert Heijn. Ja, je mag de eieren houden, die heel dood knen. Ja, de rest heeft hij bewaard, 20 jaar in de kelder, dacht dat hij niet rijp. Hebben die nonnen? Dat is zelfs heen geworden. Welke zijn de voorwaarders van de bosket? BOS. Nee, de bosketplein. Ga maar even lopen, de trap op. De bosketplein. Ik wil van mij gaan. Daar is de opa geeft de kind een hand. Wat is bosket? Opa. Wacht even joh. Ik moet even opzoeken. Ik sta met mijn bek vol tanden. Boef aan. Heeft de bosket? Ja, maar wat bedoelen ze met de voorletters van de bosket? Zeg maar, zie je haar, hè? Nee, juist. Dat is de bosket disqualificeerd. Ze ziet ze wel. Ze zegt, ik wil iedereen zijn telefoon inlieveren. Dat is alles. Hé, hey, hier moeten we in ieder geval naar boven. Kom op. Ja, maar ik moet een vraag beantwoorden. Waar dan? We moeten eerst de trap op en dan... Schrijf ze de beschermd. Zeker. Schrijf ze de beschermd. Pas op met een ei, ja. Ja, ja, anders spreken we dat. Als hij niet zijn, zijn vindt dan weet ik van deze straat staat een standbeeld van een grote besteller en direct schrijven. Hoe kun je dat? Wat geef je schrijven op, hè? Nee, is goed. Ja, is goed. Kom maar in.
Vol maar aan, de grote vertel aan direct schrijven, krit ijs. Vol maar aan. Nee, maar krit ijs. En burgemeester van Maastricht. Krit. Krit. Boerskerplein. Ik ben wel geen homo, maar ja. Ja, het is een homo, hè. De burgemeester van ons. Ja, de burgemeester. Dat is zeker. Met Albert Mol, of heet die? Albert van der Linden. Vriend, de man van Albert. Albert Mol van... Ja. Hey, Spurly Cat, man. Daar staat hij. En dat is Café de Looier. Oké, de recipe is... Heb je de hier? Ja, toch. Daar kwam die altijd. Fons. Nee, Fons zonder D, ja. Anders krijg je het plek. Fons. 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 En dan gaan we grote Looistraat aan het begin. En dan ja, dat staat hier, dat staat hier. Doorlezen. Wat moet je hier dan invullen? Nee, niks. Ja, dat is een drukfoutje. Ja, een drukfout. Ja. Nee, jongens, dat is een goed. Ik geloof dat het echt is. Ja, kom, groeien. Kom, groen. Ik ga naar de grote Looistraat. Blauw. Groen. Waar is blauw? En nog geen vriendjes in dat deel. Want ze is in Leiden geboren. Van een Franse vader. Die is het verkeerd. Mag monteren, hè? Ja, Louis, Isa en Lina lezen. Ja, hé, ja. Heb je die? Wat drink even wat. Daar kunnen ze op de ruw. Ja, ik heb het al. Linda, best wel lang. Een beetje aandacht houden, hè, eraan, hè. Hallo, een beetje opletten. Ja, nee, Yeah.
man. Ik heb hier niks meer voor. Oh, my God.